Een stad heeft zoveel aspecten in zich die van belangrijk zijn voor de bewoners van de stad. Het heeft een economische functie, die stad, het samen zijn, maar juist de kunst en cultuur, het mensen samenbrengen, de verbeelding, het verwerken van emoties, het verwerken van wie je eigenlijk bent, de confrontatie met de ander. Dat zijn allemaal elementen die juist kunstenaars, makers organiseren, je daarmee confronteren, daarmee de verbinding aangaan. En juist in een stad waarin er veel drukte is, er veel uitdagingen op die stad afkomen in de veranderingen, is het juist echt van essentieel belang dat instellingen en makers die verbeelding en die manier van denken over proberen te brengen, waardoor we gesprek kunnen gaan voeren, waardoor we begrijpen wie we zelf zijn in de context van de ander. Er zijn ongelooflijke uitdagingen in Amsterdam, in Nederland, in Europa, wereldwijd, ook met de crisis van de afgelopen maanden. Maar we hebben ook mooie stappen gezet. We hebben technologie omarmd. We zien ook dat die stad schokken heeft kunnen accepteren en kunnen vormgeven. En ik hoop juist dat met de visie van kunstenaars, van makers, we inderdaad een beeld krijgen op die toekomst waar we allemaal een rol in kunnen spelen en die ook allemaal ons een plek geeft in die ontwikkelingen van de komende paar jaar. Daar wil je natuurlijk onderdeel van zijn. Daar kan je onderdeel van zijn door een bijdrage te leveren en daarmee een grote stap te zetten in de kunst- en maakcultuur van de stad Amsterdam.